Menen hier vandaan, dus die om terug te gaan. Welkom in Terneuzen aan zee. Gerard, jij hebt dit boek geschreven. Het gaat over de Zeeuwse identiteit en imago. Wat is het verschil tussen identiteit en imago? Het imago, dat is zoals de buitenwereld naar jou kijkt, en identiteit zegt iets over wat je zelf bent. Zijn er nou, want het gaat specifiek over Zeeland, zijn er nou grote verschillen tussen de identiteit van Zeeland en het imago van Zeeland? Als mensen nog nooit in Zeeland geweest zijn, dan hebben ze eigenlijk niet echt een heel positief beeld, maar ook weer niet een heel negatief beeld. Maar als mensen dan hier geweest zijn en ze hebben iets meegemaakt, nou, dan zijn mensen eigenlijk wel best wel positief over Zeeland. Ja, als je hier toch bent, dan wil je toch ook gewoon Zeeuw zijn. Waar zit hem dat dan in? Denken ze bijvoorbeeld eerst dat het mensen die er niet geweest zijn, dat het suf is en dan komen ze achter dat het toch levendig is? Of wat voor dingen vielen op? Het is gewoon niet echt uitgesproken en dat is eigenlijk ook een beetje van ja, is het echt een uitgesproken beeld wat Zeeland heeft? En dat is eigenlijk waar mijn verhaal natuurlijk een beetje over gaat. Van als jij ergens naartoe gaat, dan wil jij een bepaalde binding met een plek ontwikkelen, want dan voel je je thuis. En dan denk je van, het is hier mooi, het is hier leuk, ja, mensen zijn aardig. Dat mensen denken van, ik ben weer in Zeeland. Ja, dat. Ja. En eigenlijk is dat ook een beetje waar het naartoe gaat, van Zeeland als een plek, vooral om tot jezelf te komen. Pas zat ik in de trein, ik pront wat meer Amsterdamse vent. Die hotte tol mij over mensen van tv die had hem kent. Ik zeg goed voor jou, maar luister nu, want ik heb ook iets lekkers. Ik heb toch een streepje voor op jou, mijn maat die hij al trekkers. Dat is eigenlijk ook onze geschichte. Mijn man was zeer schwer krank en is leider verstorben. En we zijn in de 12 jaren, wo er krank was, sobald er aus dem Krankenhaus gekommen ist, habe ich ihn ins Auto gepackt und wir sind hier hingefahren. Und ist wie so eine Blume aus dem Nichts wieder aufgetaucht und ihm ging es wieder gut. Mein Mann hatte sehr lange Krebs, Leukämie und das war hier immer unsere Insel, wo wir uns erholt haben. Ne? So, Sie haben eine emotionelle... Absolut, absolut, ja, ja. Dat gaan we. Nou, dat is wel schön zu hören. Dankeschön. Ja. Dan moet je zien naar zo'n kaart. En dan zie je eigenlijk een hele stedering om Zeeland. Een beetje Den Haag, Rotterdam, de Brabantse stederij, de Belgische stederij. En eigenlijk, nou ja, dat noemen ze dan de blauw-groene oase. Maar het is wel de plek. De plek waar je naartoe gaat om eigenlijk ook een beetje tot rust te komen. En een beetje dat 24-uursleven wat toch eigenlijk allemaal in die steden aan de gang is. Nou ja, jullie wonen zelf ook af en toe een beetje in die steden. En dan, ja, als je dan terugkomt, dan is het jullie thuis. Nou, en eigenlijk voor toeristen of dagjesmensen zou het eigenlijk ook een beetje moeten zijn. Im Moment fühle ich mich 100% Zeeuw. 100% Zeeuw. Im Moment, ja. Ja. Genau. Jij bent hier geboren. Ja. En je bent weggegaan. Voor hoeveel procent voel jij jezelf Zeeuw? Ik voel me, denk ik, naarmate ik langer weg ben, steeds meer Zeeuw. Dus ik denk steeds dat meer. Ik wel... Maar hoeveel dan? Ik denk wel 100%. Wel 100%? Ja, ik denk dat ik me... Ja, als je vraagt wat ben je? Nederlander, Brabander, wereldburger of Zeeuw? En wat zeg je dan eerst? Dan zeg ik eerst Zeeuw. En waarom? Omdat ik voel dat ik hier vandaan kom. Nou, dus de plek waar je geboren bent is heel erg belangrijk. Ja. Ze rooien benen van het land lossen, zo'n vrachtje van ze later niet hard gereden worden durf. Hoe haar mensen moeten toon en groter die er hekken. Kan alles wat ik wensen kan, die maatschappij optrekken. Jij wil eerst? Ja.
eerst zwemmen en dan naar de lekkere wijk. Ja, zo'n beetje zo'n Marlon Brando-achtig. Misschien moet je ook in slow motion uit de branding komen. Ja, dat is en dan goed. Met nat haar zo. Ja. En dan even zo je borstkas opzwemmen. Dat is goed. En dan in slow motion er naartoe rennen. Ja, zetten we er in de montage slow motion overheen. Een mooie vioolmuziekje. Ja, dat wil jij, hè? Ja. En dat krijg ik ook dat jij heel aanbiddend naar me kijkt. Ik wil dat je me sexy vindt. Ik heb een fantastisch lichaam, Katinka. I'm too sexy for my love. Too sexy I have a for fantastic my love. Body. Love's going to leave. Kijk, dat is toch wel Amsterdams dit, hè? Dit gedrag. Het is ook Amsterdams. Dat doen ze helemaal niet. Ik heb ze hier nog geen één jaar. En Duitsers doen het ook. Hij is geïntegreerd. Kan je zien, zodra hij de zee... Maar ja, hij kwam natuurlijk al van Zeeuws-Vlaanderen. Dus het was niet echt een Zeeuw. Maar... En nou gaat hij natuurlijk naar die lekkere wijven toe. Indruk maken. Klaar voor de meiden. Jij bent dus ook geboren in Zeeland? Ja, ik ben geboren in Terneuzen. In Terneuzen. Ja. Jij zegt, ik vraag, ben je geboren in Zeeland? Hij zegt, nee, ik ben geboren in Terneuzen. Dat hangt er ook een beetje bij, hè? Dat is de overkant. Ja. Dat is de overkant. Ja. Maar voel je je eerder Zeeuws-Vlaming dan Zeeuw? Dat is een gewetensvraag. Ik voel me wel echt Zeeuws-Vlaming. Zeeuws-Vlaming? Ja. Eerder Zeeuws-Vlaming dan Terneuzenaar? Ja. Schaal van 0 tot 100, hoeveel procent voel jij je Zeeuw? Ik heb een soort van herontdekking gemaakt. Pas een paar jaar terug kregen we in de familie een vakantiehuisje in Driewegen. Ja. En je had het in je boek ook over emotionele verbondenheid en zo. En ik moet zeggen dat zeg maar Driewegen, dat is een klein gehuchtje hier vlakbij. Ja. Daar landde ik voor het eerst. Ik voel me toch wel 100% Zeeuw dan, denk ik. Helemaal 100%. Ja. Waar kom je vandaan? Ik kom uit IJsendijke. Dat is eigenlijk IJsendijke. IJsendijke. Dus... Ja. En jij? Ik kom uit Beervliet. En? Hoe is het met je percentage Zeeuws? Ja, wel goed eigenlijk hoor. Zeker met de weer, hè. Je gaat ook voor de 100%. Ja hoor, voor de volle 100%. Ja. En jij? Ja, ik ga ook voor. En jij komt uit? Ik woon ook, nou ook in IJsendijke, ja. IJsendijke. Ja. En dan zien ze er allemaal zo uit als jullie in IJsendijk. Ja. We gaan naar IJsendijke, jongens. In Driewegen leerde ik pas, zeg maar, inderdaad wat je in je boek beschrijft. De vergezichten, de polderlandschappen, de geur van de... Nou, en dat is inderdaad wat mij ook wel opviel. Qua beelden staat de kust natuurlijk absoluut op één. Maar poldervergezichten... Als tweede beeld waar Zeeuwen van zeggen van nou, daar wil ik me mee associëren. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat eindeloos kunnen kijken. Wat je in de rest van Nederland pas weer achter Zwolle of zo kunt doen. Ja, het is een behoorlijk zen-gebied. Het brengt je in een bepaalde... Dat is wat ik straks ook zei. Een beetje tot jezelf komen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat steeds meer mensen nodig hebben. Tot jezelf komen. Ja. Zou dat ook in de Zeeuwse, de identiteit van de Zeeuwen zitten? Dat ze allemaal redelijk zen zijn, omdat ze die weidse landschappen hebben. Zeeuwse zen. Zeeuwse zen. Nou, ik denk wel dat Zeeuwen zich wat minder druk maken. Kijk maar naar dat stedelijke gebied. Ik bedoel, als je daar... jullie komen daar elke dag... Maar iedere keer als ik daar nu weer kom, en dat hebben heel veel Zeeuwen met mij, dan komen ze daar bij Berg op Zoom naar beneden en zeggen, eindelijk weer thuis. Ja. 100%, altijd 100%. Zo. Zeeuws-Vlaming nog erger. En jij? Ja, ik ook 100%, hè. Dat heb je als je geboren bent, toch? Ja. Of niet? Er is veel blues in Zeeland altijd, heb ik het idee. We zitten hier namelijk met de bluesman van Terneuzen.
Herman de Brok, maar hij staat ook bekend als de grootste Beach Boy van Terneuzen. Dat klopt. Hoort dat dan een beetje bij wat landelijker gelegen gebieden? Dat denk ik wel. Gewoon, we hebben toch een prachtige delta, de Westerschelde Delta. Ik bedoel, de Westerschelde is een veel indrukwekkendere rivier eigenlijk dan de Mississippi bij New Orleans. Ik bedoel, dus in feite zou onze bluesmuziek flink goed moeten klinken. Dus eigenlijk zeg jij een delta, dat is een basis om eigenlijk een eigen soort muziek een beetje te creëren. Dat denk ik, dat weet ik wel zeker. Ja. Nou, dus een raccoon en bluff komen daar ook een beetje uit voor. Had nog niemand dat genoemd in je onderzoek als je open vragen stelde? Waar denk je aan? Blues? Live your life down to the limit. Don't let nothing. Hoe ging die verder? Baby, you want it, go and get it. You can win unless you try. You won't win unless you try. I think the key of life is living your wits and your heart. Blues eigenlijk niet, maar dat vind ik. Kijk, en dat maakt het ook wel interessant, want er is altijd een soort van mainstream. Maar het aardige is ook altijd van, er zijn altijd van die kleine pareltjes waar mensen mee komen. We krijgen een ramp, jongens. Het is de eerste maandag van de maand. Ja. Het is 12 uur. En toen liep Zeeland onder en was dit hele boek nutteloos geworden, want Zeeland bestond niet meer. Niet zo fatalistisch, Katinka. Inderdaad, 100% Zeus. Zo doen we dat aan deze kant, Katinka. Ja, zij is van de overkant. Nee, jullie zijn van de overkant. Ze rooien peen van het land lossen, ze vrachtjes zanten, ze raten niet hard, de reën worden in dorp. Voor mensen moet het al naar roter, ieder hekker. Kan alles wat ik mensen kan, niemand zie wel trekken. Hoeveel procent Zeeuw voelt u zich? 100. 100, want u komt hier vandaan? Nou, niet uit... Uit Zeeuws-Vlaanderen, maar wel uit Middelburg geboren. Dus u bent een echte Zeeuw? Ja, zeker weten. Toen we op vakantie geweest zijn, dan zijn we heel erg blij dat we weer terug thuis zijn. We hebben nogal wat gereisd op de wereld, omdat onze kinderen nogal ver weg zitten. Nou, en dan denk je, hè, hier kan ik weer ademhalen. Mensen hebben altijd het idee dat identiteit iets vaststaands is. Maar identiteiten zijn eigenlijk iets vloeibaars wat met de tijd mee verandert. Je moet het maar zien als iets onzichtbaars bovenop op het Zeeuwse land. En dat verandert omdat generaties veranderen. Dus eigenlijk zeggen, identiteit is iets levends. Ja, je ziet natuurlijk een hele hang van wij willen iets vasthouden. Iets blijft altijd een beetje mee veranderen. Ook omdat generaties mee veranderen, mensen veranderen. Dus identiteiten veranderen ook. Dat klinkt een beetje als de getijden en de zee en de natuur en zo. Ja, dat is het eigenlijk heel, ook. Heel organisch. Klinkt bijna een beetje zin. Ze rooien peen van het land, bossen is een vrachtje zand. Ze raten niet hard, gereden worden in dorp. Voor mensen moet het al maar groter, ieder hekker. Kan alles wat ik wens, kan niemand die helpt trekken. Ja, Katinka is net aangeklampt, denk ik, door een Duitser. Ik ging nog maar even zwemmen en nu is ze voor zichzelf begonnen. Ik ben benieuwd wat hij allemaal tegen haar zegt. Hij wou haar eigenlijk aanraken, zeg je dat? Nou ben ik benieuwd wat ze te vertellen heeft. Wat? Had je chans? Valt hij op Zeeuwse cabaretiers met een mooi décolleté? Ja. Wat zei hij allemaal? Ja, dat hij vannacht hier in die duinpan afgesproken. Dan gaat hij mij eens eventjes lessen Zeeuws geven. Oeh, nou. Ja, wilde mossels, hè? Poef. Ja, dat is daarom. Daar komen ze hier ook voor, hè?